Welkom in de Lees. Je kan daar je kaartje laten scannen. Na een periode van onzekerheid mag Theater de Leest eindelijk weer open. Wel een aangepaste vorm, maar dat maakt voor directeur Sander Knoppen niet veel uit. We zijn heel blij dat we überhaupt weer mogen beginnen, want we hebben 5 maanden stilgelegen. Dat is best wel een lange tijd, dat hebben we nog nooit meegemaakt in ons bestaan. Dus we zijn heel blij dat we voorstellingen zijn. En die mensen die daarbij zijn, die zijn natuurlijk ook super enthousiast, want die hebben ook 5 maanden binnen gezeten. En die kunnen nu eindelijk weer naar theater. Dus we hebben hele positieve reacties dat we weer open zijn. En dat we binnen deze beperkte mogelijkheden, met die weinig mensen die we in de zaal kunnen huisvesten, dan zijn we toch heel blij dat we toch kunnen draaien. Ja, hier kan je een drankje halen. We hebben eigenlijk alles gedaan om de 1,5 meter te waarborgen. Dus dat is wat we gedaan hebben, is dat zo min mogelijk mensen elkaar kruisen. En we hebben heel vaak 2 voorstellingen op een avond, omdat we nog maar 135 mensen in een zaal van 500 kunnen huisvesten vanwege de 1,5 meter. Dus we moeten heel erg zorgen dat de mensen die weggaan bij de eerste voorstelling niet kruisen met de mensen die binnenkomen. Er zijn alle tafeltjes staan op 1,5 meter afstand, dus kun je daar gaan zitten. Dan lopen we daarna even door naar de zaal. De deur openmaken. En dan wordt hier iedereen op 1,5 meter van elkaar geplaceerd. Dus iedereen zit met 2 stoelen ertussen, zitten ze veilig in de zaal. Dus we zorgen er allemaal voor dat iedereen veilig zit. Je ziet, onder de rij is het zwart, dus dan kunnen mensen niet zitten. En uiteindelijk kunnen hier 135 mensen plaatsnemen in een zaal van 500. Hoe hebben jullie de afgelopen periode eigenlijk beleefd? Ja, heel gek natuurlijk. De eerste weken waren we helemaal verdoofd. We gingen ook allemaal thuiswerken. Dus we hebben het theater helemaal dicht gedaan. Omdat thuiswerken natuurlijk voor iedereen noodzakelijk werd. En dat, voor ons was het heel raar en voor mij helemaal. Want ik moet ook nog het programmeren, de voorstellingen programmeren. En de hele programmering van het seizoen die al klaar lag, want de brochure lag al bijna klaar, is eruit gegaan. We moesten opnieuw aan de slag om allemaal kleinere voorstellingen te boeken. Dus dat is best wel een karweitje geweest. We hebben nu tot en met december alles klaar. En we gaan nu in oktober beslissen of we ook in het nieuwe jaar ook weer op 1,5 meter gaan werken. En dat zit er dik in, dat wel gebeurt. Dus dat betekent dat ik weer de programmering voor de tweede helft van het seizoen weer helemaal om moet gooien en weer nieuwe voorstelling moet boeken. Dus dat wordt weer een zware tijd, de komende tijd.